Dinsdagmiddag brak rond 5:10 een zeer grote brand uit in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Christian Huygensweg in Hellevoetsluis. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om het vuur te bestrijden en de rookwolken waren tot ver buiten Hellevoetsluis te zien. Ook werd een NL-alert uitgegeven vanwege de hevige rookontwikkeling. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. De brand was dinsdagavond na een paar uur onder controle, maar de brandweer bleef nog een flinke tijd aanwezig om het vuur gecontroleerd uit te laten branden.